Met je diploma in de hand sta je aan de voet van de arbeidsmarkt. Je hebt de kennis, maar je kan je geen houding geven tegenover je collega's. Hoe kijken docenten hiernaar? We vragen het ze met de stelling: onderwijs moet meer gaan over socialisatie dan over kwalificatie. Ik weet dat dat heel erg geroepen wordt in het land, maar als wij werken, ik voor een zorgopleiding, en dan vind ik dat je gekwalificeerde mensen aan bed wil hebben, want als je zelf in het bed komt te liggen of je bent oud, wil je wel geholpen worden mensen die verstand van hebben. Ik denk dat je wel bepaalde kwaliteiten moet behalen, maar juist de socialisatie in het onderwijs vind ik juist misschien nog wel veel belangrijker, omdat dat ook uiteindelijk de competenties zijn die je nodig hebt in de rest van je leven. Nee, ben ik het niet mee eens. Ik denk beide. Ja, het is zowel kwalificerend en socialiserend en zelfs nog ook personificerend. Wie ben ik eigenlijk? Hoe werk ik eigenlijk? Hoe zit ik in elkaar? Dat vind ik wel een hele interessante, want ik denk dat wij nu leerlingen aan het opleiden zijn voor beroepen die misschien nu nog niet bestaan. Want de wereld is zo natuurlijk aan het veranderen dat over 20 jaar heb je beroepen die wij misschien nu nog helemaal niet kennen. Dus ik denk dat we zeker moeten inzetten op krachtige studenten die creatief kunnen denken. Dus dat je echt die vaardigheden ze meegeeft. Zodat ze straks veel makkelijker in alle veranderende beroepen een weg kunnen vinden. Ja, we hebben net deze hele 3 dagen heb ik daar alleen maar over gehad. Hoe gaan we nou de docent voorbereiden op die arbeidsmarkt waar ze terechtkomen? Of een vervolgopleiding? Hoe maken we ze een wereldburger? En dat zit voor mij veel meer op het omgaan, sociaal constructivisme, het met elkaar zien te leren. Dus ja, dat punt, ja, daar ben ik met je eens. Ik vind dat het samen moet gaan. Ik vind dat een student aan de ene kant leert hij voor zijn kwaliteit, voor het beroep waar hij voor het opgeleid. Daarnaast leert hij ook het mens zijn. Hoe ben ik als professional? Sta ik in het leven is misschien een beetje zwaar uitgedrukt, maar wel hoe ga ik reageren op de mensen om me heen in mijn beroep? Ja, wel meer, maar zeker niet volledig. Dus het een moet het ander niet wegschrijven. Dus ja, het moet wel meer gaan over socialisatie.